Hoi en welkom bij de Sparkle Up Club podcast. De podcast waar ik je meeneem in mijn eigen ondernemersverhaal en leven, waar je vooral ook tips en tricks geeft hoe je de beste versie van jezelf kan zijn, zowel privé als zakelijk. Ik ben Paola en samen gaan wij aan de slag om jouw mooiste droomleven te creëren. Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van de Sparkle Up Club podcast. Vorige week ben ik live gegaan met mijn businesscoach Fast Forward Amy. Amy van de Putten is al denk ik bijna 2 jaar mijn businesscoach. Ik heb enorm veel van haar al geleerd. Ik ben mega fan van dat ze in het leven staat, dat ze dingen communiceert, dat ze haar zaken aanpakt en in het algemeen ook gewoon hoe dat ze mij coacht. Ik ben echt heel dankbaar dat ze in mijn leven is. En ik vond het natuurlijk ook super fijn om met haar live te gaan. We hebben een super gezellige babbel gehad over self-care, over de beste versie van jezelf zijn, je goed voelen, desondanks dat je druk hebt. En ik laat jou heel graag die live horen. Ik ga hem hierachter laten afspelen. Laat mij zeker weten wat je ervan vindt en vond, wat je er hebt van opgestoken. En dan hoor ik jou heel graag, of zie of hoor, of kom ik jou heel graag de volgende aflevering terug tegen. Doei! Hallo! Good morning! Hallo, wauw. Alles goed? Ja, alles fantastisch. Ik mag met u met een dag starten, dus. Hoe is het met u? Dat was. Ik zat hier juist klaar en ik besefte dat er een crash naast mijn deur was. Dus alle kinderen kwamen buiten, dus we begonnen allemaal te roepen. Dus ik dacht even, maar voor de rest goed. Ja. Oké, hoe is uw ochtend al geweest? Heb je al een zware ochtendroutine erop zitten? Een routine wel, maar ik moest vandaag niet werken vroeg. Dus ik heb echt super op mijn gemak begonnen. Ik ben klaargemaakt, gedoucht en een whole shebang gedaan. En ja, eigenlijk wel heel chill tegenover andere ochtenden. Ja, want soms staat je ook heel vroeg op, hè? Ja, mijn wekker staat wel. Mijn feestdagen en gewone dagen staat dat tussen de 2 uur 's nachts en de 5, 6 uur 's morgens. Dus dat varieert heel erg. Dat is echt niet te doen. Je weet wel, we weten allebei een beetje wat we gaan doen vandaag, maar de mensen die zijn aan het kijken weten dat misschien niet. Dus wij hebben eigenlijk allebei gezegd, kom kijken naar de live, want wij gaan het hebben over self-care als een multipreneur. Ik ben u een businesscoach, al een tijdje. Ik vind dat ook super fijn om u zo te zien groeien en bloeien, als ik het zo mag zeggen. Dat heeft denk ik niet al te veel met mij te maken. Je bent gewoon echt een knaller. En dat is gewoon super. Ja. Dat is gewoon super fijn om in je energie te zitten. Voor de mensen die via u komen, ja, ik ben business coach, dus ik help ondernemers om klanten aan te trekken, om hun businessmodel te verbeteren, maar vooral ook, denk ik, om gelukkiger te zijn en meer vrijheid te ervaren in hun zaak en echt volgens hun passie te kunnen ondernemen. Paula, misschien wilt jij ook even vertellen wat dat jij doet? Ik ben of wat als jij niet doet? Misschien is een makkelijkere vraag. Genoeg slapen, dat doe ik niet. Wat doe ik? Ik heb ondertussen, dit jaar hebben we 10 jaar een cocktailbar, een tapasbar in Zeelen, dat is La Promessa. Dat is ook wel gekend van de hype van de freakshakes in der tijd. Maar dus we richten ons voornamelijk op cocktails, tapas en gewoon de gezellige avond. En daarnaast hebben we dus een brunchboxbedrijf, Brunchbox by Lust. Dat is begonnen als koffiebar, maar in de lockdown zijn we geëvolueerd naar echt een brunchboxenbedrijf. Ondertussen leveren over heel België. En kan je 7 op 7 afhalen. En daarnaast ben ik dit jaar een bedrijf begonnen voor meer self-care bij ambitieuze vrouwen. Onder de noemer te brengen, onder de aandacht te brengen. Ja. Dat is een beetje een notendop. Hoe doe je dat? Hoe behoud je je focus als je al die verschillende dingen doet? Want ik dacht, weet je, ik had zo aan nagedacht van, oké, wat is nu tof dat wij zouden kunnen doen? Ik heb zelf ook meerdere bedrijven, meerdere brands. Ik vind dat alles behalve makkelijk. Ik kan daar eerlijk in zijn, zelfs als businesscoach. Maar dat is misschien wel leuk. Ik denk dat er heel veel gepassioneerde multipreneurs zijn of multipassionates. Dat we wat tips kunnen delen over hoe dat je kunt enerzijds dat managen, maar anderzijds ook dus je self-care kunt bewaren. En daar zit jij expert in. Dus let's chat about that, als je dat goed vindt. Zeker. Ja? Ja. Ik was er even zo van aan het nadenken. Vroeger dacht ik altijd, ik zei altijd, ik doe maar wat. Ik doe gewoon maar wat en dat komt altijd goed. Dat draait altijd goed uit. Maar eigenlijk sinds dat ik vooral met uw coaching ben beginnen volgen, ben ik veel meer gaan nadenken en veel meer gaan stilstaan bij de dingen en echt gaan kijken van waar kom ik, wat doe ik eigenlijk? En ik denk dat ik echt wel mag zeggen dat ik een heel goed team rond mij heb en heel goede
mensen rond mij heb. En ik denk dat je dat gewoon wel echt de key is om meerdere dingen te kunnen doen. Nu, voordat ik een team had, deden we ook al verschillende dingen. En dan denk ik dat ik gewoon heel goed mijn tijd kon verdelen of heb leren verdelen. En vooral heel goed plannen op de momenten dat ik goed kan plannen en dat ik echt georganiseerd ben en dat ik weinig stress ervaar en dat ik goed slaap en dat ik goed voor mezelf zorg draag, dan loopt alles van een leien dakje. Maar van zodra dat ik mij te veel ga focussen of te hard ga vastklampen of echt obsessen met iets, wat ik ook heel goed kan, dan verlies ik mijn balans gewoon. Dus ik denk dat gewoon voor jezelf zorg dragen echt wel de basis is om al die dingen te kunnen combineren. Ja, zeg, en je zegt goed hun tijd verdelen. En ik heb daar zelf ook al direct een paar zelf inzichten over. Ik ben iets nieuws aan het testen en dat ik dat doe met mijn verschillende bedrijven. Maar hoe ziet dat er vooruit? Is dat werken in tijdsblokken? Ja. Dat zeg je, dat is een themadag. What do you do? Als je daar eens een voorbeeld van kunt geven. Dat heb ik door u ook geleerd, want ik was niet de grootste queen van de organisatie. Maar ik heb echt leren badgen en in tijdsblokken leren werken. Vooral nu in de ochtend. Soms nacht, voormiddag werk ik dan voor Lust. In de namiddag werk ik voor Sparkle Up. Of doe ik administratie of al die dingen. En dan zaterdag namiddag werk ik voor de cocktailbar. Dus ik heb echt voor mezelf ook echt wel... Ik heb ook wel een autistisch kantje. Dus ik heb echt zo die blokken moeten zetten. Zodat mijn brein ook gewoon niet te veel niet meer moet nadenken. En dat ik gewoon op dat vlak een beetje op automatische piloot kan gaan draaien. En dan kan ik daar ook heel goed mijn eigen momenten tussen verwerken. Wil je eens even herhalen hoe dat je het verdeelt? Ikzelf? Voormiddag ben ik bezig met Lust. Dus... Je bedoelt niet al middernacht eigenlijk in ieder geval? Nee, gemiddeld rond een uur of vijf of zo, vijf, zes. En dan tot een uur of 11, 12 ben ik met Lust bezig. En dan van 12 tot 2 ben ik meestal zo wat aan het eten en wat mijn gsm aan het wel TikToks aan het bewerken. Een beetje aan het knuffelen met mijn hondjes. En dan van 12 tot soms 6, soms 12 uur 's nachts. Maakt niet uit, hangt ervan af hoe moe ik ben. Dan werk ik ofwel voor administratie, voor Sparkle Up of voor de cocktailbar achter de schermen. Ja, want dus je hebt eigenlijk Lust, La Promessa en nu Sparkle Up. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En uw vriend, nog niet man, want ik ben nog op aan het wachten, denk ik. Ik heb nog altijd zo'n mooie manicure, maar het komt er niet van. Je bent altijd klaar voor die foto. Dat is echt... Ja, dus ik gewoon even, ik ken Paula, haar vriend, totaal niet, maar ik heb hem gewoon één keer in een call meegemaakt, omdat ze in de auto zaten en was ze mee aan het volgen. Dat vond ik dan leuk. Want hij doet de cocktailbar, hè? Of doe eigenlijk is de verdeling, hij is 95% van de tijd met La Promessa bezig met de cocktailbar. En ik ben 95% van mijn tijd bezig met Lust. Dus de brunchjes. Vroeger de koffiebar, maar nu dus de brunchboxen. Ja, weet je wat ik grappig vind? Tijdens deze live, daar komen meer en meer mensen bij. Meestal begint je met een live en dan daalt dat. En nu komen er meer en meer mensen bij. Ik denk omdat self-care is natuurlijk een hele goede topic. Ja. En het feit dat mensen zien, ik zie heel veel coaches. Hallo allemaal, zeg even hallo, goedemorgen tegen ons, het is nog vroeg. ja, die een tijd verdelen. Ik moet wel zeggen, mensen vragen dat ook vaak aan mij. En hoe doe ik dat dan? En ik ben daar zeker... Ik ben daar op zich wel goed in geworden. Ik lach er soms mee van. Soms denk ik, ik ben goed in time management. En soms denk ik, ik ben er niet goed in. Maar ik denk dat ik er eigenlijk beter in ben. En ik denk, er is gewoon veel. Ik zeg altijd, als er maar één bedrijf zou zijn, dan zou er geen enkel probleem zijn. Ja, ja, ja. Maar het gaat wel. En wat er bij mij toch wel heel hard heeft geholpen, is... ik vind het heel moeilijk om te switchen tussen zaken. Dus voor mij werken batch days heel goed. Dus echt themadagen. Dus ik heb zo... Ik ga nu binnenkort normaal gezien mijn maandagen gaan voor visie zijn. Dinsdag gaat voor mij meer voor strategy worden. Allee, ik ben er zo aan het werken aan een nieuwe planning. Dat was vroeger marketing. En op woensdag werk ik bijvoorbeeld voor alpha vrouwen. En dat is vol een bak alles voor alpha vrouwen gewoon op één dag. Met dan uitzondering van iets een live of content op een andere dag. Dus voor mij werkt het wel goed om zo echt in themadagen te zitten. Donderdag is mijn coaching, dat is al jaren zo. Dat weten ook al mijn coaches. Ondertussen is dat voor al mijn coaches ook hun dag geworden om aan hun bedrijf te worden. Zo de Amy-dag. En dat werkt heel goed voor mij. Want en dan daarbovenop heb ik ook wel zo wat extraverte en introverte energie. Dus ik merk zo een halve dag harde kant van dingen doen, vind ik aangenaam. Een hele dag vind ik te veel. Als ik een hele dag op kantoor ben, een hele dag een baas moet zijn, daar word ik ongelukkig van.
Want een halve dag vind ik super. Dan doe ik hakken aan, dan ga ik naar kantoor. En zo'n halve dag creatief zijn en in mijn eigen wereld zitten in de studio of in mijn kantoor vind ik dat ook weer wel heel leuk. Dus ja, ik denk dat dat vooral belangrijk is dat je denkt dat je geen structuur nodig hebt. En het kan zijn dat sommige mensen echt erop drive, want je start als ondernemer en je denkt, ik wil dat niemand mij niet vertelt wat ik moet doen. Maar damn, ik heb echt wel echt structuur nodig. Kunnen we die lijn doortrekken? Heeft iedereen dat nodig of is dat niet waar? Ja, ik denk dat ook. Je weet, ik ben zo wat into human design ook in de laatste tijd. En ik zei altijd van, ja, ik heb geen routines nodig, ik heb geen structuur nodig, ik doe maar wat. Maar eigenlijk heb ik gemerkt, hoe meer structuur en hoe meer organisatie dat ik in mijn leven breng, ook al ben ik zo wat de rebel op dat vlak, hoe beter dat we gewoon de dingen gaan en hoe beter dat je gewoon voelt. Dus ik denk dat iedereen wel zo wat een basis van enige houvast en structuur nodig heeft, want anders... Ja, uw structuur kan ook zijn, je hebt dan urenlang of een dag om te kiezen wat je wilt doen. Ja. Dat de structuur is. Zowel ik eigenlijk, mijn maandagochtenden zijn eigenlijk zo, dat is gewoon zo wat time to start flowing en om erin te geraken. En uiteindelijk eindigt dat bij mij met content. Content of strategie is waar het dan eindigt, als ik gewoon echt mag kiezen wat ik doe. Dus tip 1 die we kunnen meedelen aan iedereen die druk is of die meerdere bedrijven rent of meerdere passies heeft, of bijvoorbeeld je hoofdberoep combineren met een bijberoep. Hè? Dat zijn zo wat de typische situaties of druk bezitten mama's. Ik denk dat we wel kunnen zeggen, iedereen is druk. Je moet er altijd naar lachen. Kate Northrup heeft een boek, Do Less for Busy Moms, denk ik dat die een boek heet. Ja, ik heb hem ook gelezen, We're All Busy. Als mensen dat aan mij vragen ook, als ze gaan instappen in een BV, ja, maar ik heb weinig tijd. En ik, letterlijk, niemand in heel mijn programma heeft te veel tijd. Dat is nooit iets dat mensen gaan zeggen. Nee, maar dat zelf ook als mensen dat tegen mij soms zeggen, van ja, hoe doe jij dat allemaal? En dan denk ik, ja, ten eerste gewoon gelijk iedereen, gewoon je best proberen te doen. En ten tweede, ja, ik wil geen kindjes op deze moment. Ik heb ook geen kindjes, maar er zijn mensen inderdaad die kinderen hebben, die vroeger chef, als ik bijvoorbeeld croissants in dozen aan het steken ben, zijn zij hun kindjes aan het klaarmaken. In dozen aan het steken. Die zijn hun kinderen in dozen aan het steken. Ja, echt. Gewoon ergens aan het droppen en ik moet dan boksen gaan droppen. Dus ik denk dat iedereen op zijn manier wel gewoon het super druk heeft. Ik denk dat er weinig of geen mensen zijn dat ik ken dat zeggen van ja, ik heb tijd genoeg voor dat te doen en dat te doen. En dat iedereen gewoon druk is op zijn eigen manier. Ja. Zeg, en hoe is dat dan? Is er een shift geweest in termen van een tijd dat je dan zei, ik ging er half aan kapot en dan ben ik met een self-care beginnen veranderen? Of wat is er zo gebeurd? Wat is je verhaal rond het self-care stuk? Ja. Trouwens, ik weet veel van deze dingen, maar ik doe dat voor het publiekje. Er is inderdaad wel een grote shift gebeurd. Ik vind dat heel moeilijk om daarover te praten, dus ik ga daar ook niet te veel over uitweiden, maar wij zijn ergens 2013 begonnen en ergens 2015-16 ben ik echt super hard tegen een heel grote muur geknald. En heb ik echt al een paar maanden amper buiten gekomen en eigenlijk niet zoveel gewerkt. Dan had ik heel veel chance dat ik een heel goed team rond mij had. Dus dat was niet zo'n leuke periode. En dan ben ik terug zo'n beetje naar boven gekrabbeld. Dan ben ik alles terug een beetje moeten beginnen aftasten. Want ik had de jaren daarvoor echt zo'n ongecontroleerde ambitie. In België heb ik geen diploma, dus ik denk mijn extreme bewijsdrang, mijn creativiteit en gewoon ja, mijn zin voor ondernemen, dat was zo'n slechte cocktail, om het zo maar te zeggen. Dus ik ben dan terug zo naar boven geklauterd en eigenlijk veel dingen opnieuw beginnen leren, veel dingen opnieuw beginnen toepassen. En dan heb ik ook wel bepaalde dingen beseft. Want het is maar eigenlijk tot met de lockdown dat ik eigenlijk terug al die grenzen had losgelaten. We waren letterlijk, gelijk met de feestdagen, ik denk met kerst hebben wij 1 uur geslapen en dan nog om de beurt. We waren letterlijk klokjes rond terug aan het werken. Wat ik toen in 2015-16 echt doorgecrashed ben. En toen heb ik echt beseft van, oké, je hebt zoveel dingen geleerd, je hebt zoveel dingen nog niet toegepast. En dat was onder andere een quote van jou van, ja, als je het allemaal al weet, waarom zit je het dan nog niet aan het toepassen? Ik weet dat het was de eerste BFV-sessie, dat was een van de eerste dingen dat ik heb horen zeggen. En dat kwam zo hard binnen bij mij. Ik heb dat heel lang ook op een quote op mijn bureau, dat hing daar heel lang. En dat is echt een quote dat ik heel, heel vaak naar teruggrijp. Want inderdaad, je kunt zoveel kennis hebben over self-care, over je beste leven leiden, over je goed voelen. Maar als je het niet toepast, dan komt er niet veel van in huis. Dus dan ergens eind 21, 22 heb ik echt gewoon beseft van oké, al mijn kennis, alles wat ik weet, dat ga je nu gewoon beginnen toepassen. En ook allemaal bij elkaar. En ga gewoon nu dingen beginnen doen in je privéleven ook dat je tof vindt. Want
het kan nog zo leuk zijn, zakelijk, en je kunt nog zo fier zijn op alles wat je bereikt hebt, maar als je gewoon privé niet gelukkig bent en privé niet goed voelt, en geen dingen doet in je... Ik kan daar echt emotioneel van worden. En geen dingen doet in je vrije tijd dat je echt leuk vindt, waar je het dan voor aan doet. Oké, je bent iets aan het opbouwen, maar verder dan dat, ben je maar die van de cocktailbar of die van de brunchjes. En ik had het gevoel dat ik zo geen eigenheid had of geen eigen identiteit. En ik denk dat dat ook mijn grootste kantelpunt is geweest. Dat je echt zoiets van, ik wil toch ik zijn en niet werk ik. Ja. Ja, en dat is zo'n moeilijke. Nee, dat is ook bedenkt om dat te delen trouwens. Komt heel erg binnen. Ik heb ook net twee dingen opgeschreven dat ik denk dat heel relevant zijn. Ik heb dat ook gehad, hè? Ook zo'n tijd dat je denkt van, oei, en je wilt ook niet die commentaar van vrienden en familie in je omgeving, maar dat je echt begint te beseffen van, maar wat is er nog buiten het werk? En dat je dan begint na te denken over, hoe ziet het eruit met die prioriteiten en wat zet je echt eerst aan het zetten? En ik heb ook een tijd gewoon wel echt mijn werk eerst gezet en niet mijn vrienden, mijn familie, mijn tijd voor mezelf. En alles was in functie van mijn werk. Ik sportte om beter te werken. Ik sportte niet om mij beter te voelen. Dat was echt zo voor mijn werk. En dat is zo beginnen shiften bij mij, omdat ik echt ben beginnen beseffen van, I want to be a person zonder het werk. En dat heeft ook te maken met het feit dat je bijvoorbeeld van je hobby je werk maakt. En dan ineens, ja, is dat wel moeilijk, want dan heb je elke nieuwe hobby's nodig. En ik heb op een gegeven moment, ik rijd zelf rallies. En wij hebben op een gegeven moment op het punt gestaan van, zullen we er een product rond maken of whatever. En ik heb toen ook echt gezegd tegen ons papa van, ik wil dat eigenlijk echt niet, want dan wordt dat weer al werk. Ja. En ik wil gewoon, ik heb nu volgend weekend een van de leukste rallies van het jaar. En ik kijk er keihard naar uit en dat is puur ontspanning. Maar het heeft niet alleen te maken met dingen doen, het heeft gewoon ook te maken met zijn. Maar bij mij ging dat wel heel ver, want op het moment dat ik bijvoorbeeld een boek las, ik lees heel veel boeken, dan dacht ik, oh goed, ik moet een foto trekken, moet daar iets rond posten. En ik ben daar echt zo beginnen herkennen en van, oh, het is echt tijd dat je het loslaat. Je moet echt niet alles altijd gaan inzetten ofzo. Dus dat is misschien een beetje een andere kentekening, maar dat was wel echt voor mij, alles was in teken van. En ik moest daar echt aan stappen. Ja, dat is heel herkenbaar. Dat is zo belangrijk. Ja. Je wordt daar wel stil van als je daarover nadenkt. Ja, ik denk, dat is wat jij zei, en ik denk dat dat tip 2 is, naast het verdelen je tijd in blokken, is dat een tip van, ja, pas toe wat je weet. Voor mij persoonlijk, ik zal even een persoonlijk stukje vertellen, het is een gesprek, hè. Het is geen interview, het is gewoon chit-chat. Je moet juist op type 30 ergens zijn. Ja. 10:30 bij Bum Call. Boss of Mentorship Call. Wordt een plezante. Over finances. Ja, dus ik... Ik weet dat ik niet 's ochtends eerst moet beginnen met werken. Maar de laatste tijd, ja, wij shifts in team, shifts in timing. We hebben ineens heel die business summer school lopen om 9:00 ochtends. Wat ver voor mijn normale tijd van calls is. En normaal is mijn vroegste call pas om 10:30 of 12:00. Mm-hmm. En dan heeft er zo wel toe geleid dat ik vaak zo mijn wekker om 6:00 heb gezet in plaats van om 7:00. Om zo nog een uurtje al dingen te kunnen doen voordat ik dan ging sporten om 8:00. En dat is te vaak geweest de laatste tijd dat Kirsten hier aankwam. En dat ik eigenlijk al op mijn computer bezig was. En ik heb eigenlijk gisteren op eerst door mijn eigen beseft van, oh, ik heb draak, ik heb gehad. En dat is iets dat ik echt mezelf aandoe, want ik kan dat ook anders doen. Maar ik was altijd van, doe het liever 's ochtends dan 's avonds. Ik ben een morning person. Maar nu heb ik voor mezelf mij voorgenomen, je weet dat dat niet goed is. Je weet dat je eigenlijk gewoon moet zien dat je het tijdens je nacht klaar speelt en dat je beter georganiseerd bent. Ik heb me dat nu voorgenomen, want het is nu genoeg geweest. Ik zit nu niet meer met een wekker om 6:00 ochtends. Om nog al een uurtje extra werk te doen. Dat is ook niet dat het altijd nodig is. Nogmaals, dat heeft te maken met het feit dat er twee bedrijven zijn, dat er shifts zijn. Ik schaam me ook helemaal niet om dat te zeggen, want er bestaat zoveel judgment online over van alles nog, maar ik denk, doe gewoon wat je wilt. Maar ondernemen is continu aanpassen. En ik dacht, oké, nee, ik ben er nu klaar mee. En dat gaat er nu waarschijnlijk in resulteren dat ik soms toch nog 's avonds een paar dingen ga doen, dik tegen mijn goesting. Dat vind ik veel ambetenter dan 's ochtends dingen doen. Ja. En dan ga ik zien, oké, en hoe kan ik er nu voor zorgen dat dat niet meer gebeurt en dat ik om 6:00 terug klaar ben, gelijk een tijd geleden, en dat het gewoon klaar is. Maar gewoon, ik weet dat ik niet 's ochtends nog moet werken voordat ik al ga sporten. Maar toch zit ik soms die week er om 6:00 en ik heb nu gewoon besloten, het is nu klaar, ik kan het nu niet meer doen. Ja, en dat ook wel in pieken en dalen gaat. Ik denk dat dat zo een golvende beweging maakt, ja. Dat het echt on top of your shit zit en dat je zoiets hebt van nu is het genoeg en nu ga ik terug alle teugels goed vastpakken en dan komt er weer een drukke periode en dan heb je weer zoiets van, Amy, wat zit je nu weer aan het doen? Ja. Dan, ja.
Ja, en dat is soms ook, ik geloof wel zo van, you get thrown at what you can handle of zo. Dus nu, hey, wij zitten met een launch, het eraan komt een event en zo. En je denkt zo, ah, het wordt drukker dan ooit. Ik ga het rustiger dan ooit maken. Dus er is een nieuwe challenge, dus ik ga daar net extra goed in worden om dat te managen. En ik voel zelfs, dat is heel bizar, maar ik was er straks over aan. Het feit dat het echt heel druk wordt, daardoor weet ik, I need to do it now. Want dat is het zomaar een klein beetje shift, of er is zo'n klein beetje niets, dan kun je gewoon zeggen, oh, het is maar eens een keer. Maar ik weet gewoon, ik wil deze niet doen de komende 6 weken. Nee. Dus, en ik voel me dan soms wel zo, dat kind in de klas dat zich verveelt. Het is echt niet dat ik me verveel, normaal gezien. Maar ik voel me wel zo, het is nu moeilijk genoeg. Oké, okay, now it's a challenge. Nu ga ik zien hoe ik het kan aanpakken. Ja, leuk. Zeg, en het andere wat je eigenlijk zei, is actieve ontspanning inlassen. Hè? Over, dus niet gewoon, allee, wat doe jij om buiten je werk te ontspannen? Want ik weet niet exact wat het was dat je zei, maar het ging zo over dat je dan niet alleen die van de cocktailbar zei, maar dat je echt niet gewoon ook niet, denk ik, op de bank gaat liggen en niks, want dat is niet helemaal ontspannen, maar echt zo die actieve ontspanning om een leven te gaan creëren. Dat is wat your best life, echt. Ja. Wat doet je dan allemaal om je best life te leven? Sowieso voor iedereen anders is. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je inderdaad gewoon ga kijken naar wat je zelf leuk vindt. Want in het begin toen ik dacht, ik ga meer self-care doen. En dan begin je dingen op te zoeken. Wat is self-care? Wat moet je doen als self-care? Maar eigenlijk moet je het zo ver niet gaan zoeken. Ik vind het super leuk om mijn make-up te doen. Ik vind het super leuk om mijn haar te doen. Wat vind ik nog allemaal leuk? Ja, gewoon met mijn hondjes spelen. Gewoon echt eigenlijk de simpele dingen. Zijn de dingen die mij soms het meest gelukkig maken. En dat klinkt misschien heel saai, maar eigenlijk gewoon ja, in het moment zijn en gewoon genieten van de dingen die ik vroeger als kind ook leuk vond. Bijvoorbeeld, ik heb nu een ezel gekocht en zo terug wel aan canvassen en dingen aan te schilderen. Dus ik ga terug beginnen schilderen en zo. Ja, heel creatief zijn, dat ben ik wel altijd al geweest. En gewoon, ja, het niet moeilijk maken. Ja, en zo niks moeten, hè? Ja. Ja. Ja, ik heb onlangs in een call gezegd tegen coaches van, maak het eens een happy map. Zo'n mindmap van, wat vind je allemaal leuk, wat maakt je blij? Bij mij zijn bijvoorbeeld talen en bijleren. Ja. Bij mij is dat bijvoorbeeld lezen. Ik vind dat echt super plezant. En dat was inderdaad van, ach, je moet dan een self-development boek gaan lezen. Nee, als ik heel de tijd een rolboek wil lezen, keileuk, ik ben nu zo'n detectieve romans aan het lezen. Maar dat is ook gewoon gaan wandelen met een vriendin. En ja, zeg, ik begin wel later met werken, want we gaan eerst in het bos wandelen of we zien de zonsopgang. Dat kunnen hele kleine dingen zijn. Dat kan ook zijn een heel avond in een tuin een spel spelen met vrienden of zo. Ik heb morgen zo'n dag, ik doe morgenavond een festival met mijn vrienden. Echt super belachelijk. We hebben nog allemaal drank van skiverlof en we hebben gezegd, oké, we doen een zomerfestival bij mij thuis aan het zwembad. En we hebben dat een thema van gemaakt, Woodstock, dat vind ik dan kei-plezant. Het is gewoon morgenavond. Ik heb ook gezegd, vanaf 5 uur is iedereen welkom, we gaan dat samen klaarzetten. En dat is gewoon zo van die dingen. Vind dat jij leuk? Een van mijn beste vriendinnen die werkt ook bij mij in het bedrijf, Caroline, die heb je al veel gezien. En die komt morgen dan al kei vroeg naar hier. En om 8 uur gaan we eerst samen sporten. Dan hebben wij zo nog wat meetings en dingen. En in de namiddag gaan we al zo over naar. We hebben daar vanavond een feestje. En dat is gewoon zo. Het is ook wel een stuk dat leuke betrekken in je werk ook wel. Dat is iets dat ik al veel doe, denk jij ook. Maar dat is ook wel aan een shift voor mensen. Want als je elke dag denkt, ik wil deze niet doen. Ja, dan is er iets mis. Dan moet je iets veranderen omdat je een dagje aan het inhalen. Dan heb je misschien langere lunchpauze nodig of in je werk meer creatieve dingen, zodat je niet creatief bent aan het werken of andersom. Maar daar start natuurlijk ook al veel mee, dat je niet moet recoveren van een hele nacht te werken. Ja, dat is waar. Ja, ik heb ook denk ik wel gewoon zo twee soorten self-care. Ik denk zo de self-care, als ik het echt heel erg gehad heb en heel moe ben en me echt helemaal leeg voel, dan ga ik inderdaad zo die simpele dingen doen. Gelijk, ja, letterlijk mijn haar krullen of zo, dat maakt me echt rustig. En dan heel erg dat jij zegt, bijvoorbeeld een boek lezen, bijleren, mijn BIM of BFV dingen inhalen. Ja, dat doet mij ook gewoon goed voelen, want je voelde je ook slimmer, je voelde je beter, je bent zelfzekerder. Dus ik denk dat er wel twee vormen van zelfcare zijn. Inderdaad, de actieve en de, ja, zeg dan, in het Engels zeggen zo nourishing, zo wat dat je, ja, voor jezelf zorg dragen echt. I wish I was you, dat je van mijn haar wou gaan doen. Ik heb wel eens gezegd, er zijn heel veel mensen van de Business Summer School aan het kijken. Er zijn veel mensen tuning in. Misschien kan iedereen zelf ook eens commenten. Wat is zo uw zachte kant van self-care? Bij mij is bijvoorbeeld een bad pakken. Of gewoon zelfs s'avonds douchen. En echt zo, dat is echt zo, hallo, ben op. Ik ga dit nu doen om mezelf in stand te houden. Versus zo de actieve ontspanning. Bij mij zit dan die rallies. Dat maakt mijn hoofd helemaal leeg. Maar dat is super intens. En dat is weinig slaap en zo. Dan zal ik de actieve ontspanning misschien leuk als iedereen zo 1 en 2 even kan commenten wat dat is.
Dat lijkt mij wel plezant. Paula, iets helemaal anders. Wilt jij mij iets glammen? Kunnen we dat iets doen? Vind je dat leuk bij andere mensen of niet? Dat lijkt me echt hier in de... Ja, ik wou eigenlijk vroeger studeren. Hè. Ik wou echt make-up artist worden. Maar ik had zo in mijn omgeving wat verkeerde opmerkingen gekregen. Ik had me daar altijd de neiging door laten doen. Maar ik vind dat superleuk. Ja. Ja. We kunnen daar wel een podcast opnemen. Ja, inderdaad. Dat zou jij tof zijn. Ja, ja, dat is echt jij leuk. Okay. Ik vind dat altijd zo... ik vind het grappig om dat... Ja, ik vind dat gewoon jij leuk om met je te praten. En dat is voor mij... Zo plezant dat je zo met je werk eigenlijk zoveel nieuwe mensen leert kennen. En dat je op den duur... Ja, je spendeert gewoon veel tijd samen. En op den duur kent je elkaar gewoon. En dan, ja, dat voelt zo heel... mijn vrienden kennen mij ook goed. Maar soms heb ik het gevoel dat mijn coaches mij beter kennen. Omdat die veel meer zo die kant zien van... Ja, wat dat mij ook heel veel bezig houdt. Ja, ook wel denk ik omdat je gewoon het merendeel van je tijd daarmee spendeert. Ik heb ook echt heel veel goede vriendschappen uit mensen die bij ons hebben gewerkt of werken. Dat is niet zo supergoed, maar je kunt het eigenlijk niet echt vermijden. Want ja, mensen kennen je, ze zien je veel meer uren dan eigenlijk je eigen vrienden. Ja. Dus zeg dan een keer rapper wat er op je lever ligt. Dus ja. Eigenlijk is dat wel logisch, denk ik. Ja, dat is leuk. Ja, en dat is veel consistenter. Want hoe vaak ziet je vrienden versus hoe vaak zien we elkaar in calls? Ja, best wel meer. Ik doe echt mee dan mijn eigen moeder, dus. Ja. Ik zie hier iemand zeggen, sweetdeluxe.be. Paula is echt een leuke, lieve meid. Voilà, dat vind ik ook. Oh. Lieve. Kei veel comments van routines, super plezant. Zeg, en vertel eens even, oké, dus Sparkle Up, what is it? What are you doing? Wat zit je gaan delen? En wat een tijd geleden zit je begonnen met op TikTok zaken te delen van jezelf. Je bent een van de eerste TikTokers die ik was aan het volgen. Dat vond ik super plezant. Wij hebben ook wel zo'n shared love voor zo een fitnesskamer maken. Ja. En what happened? Dus het TikTokken is uit de hand gelopen. Dit was iets dat je al lang wou doen, maar het is dat je voelt dat nodig is. Hoe is het ontstaan? Goh, eigenlijk is dat echt ontstaan van 2022 had ik zoiets van oké, ik heb het gehad met alles voor iedereen doen. Ik ga nu alleen nog maar dingen doen dat ik leuk vind en dat ik echt voor mezelf fijn vind. En ik wil echt gewoon een mooi leven voor mezelf creëren, privé. En eigenlijk echt op mijn 14 of zo was ik al obsessed met make-up. Dus toen keek ik al superveel YouTube-filmpjes en vlogs en al die dingen. Dus ik wou eigenlijk altijd heel graag zo op YouTube beginnen vloggen en dingen beginnen delen. Gewoon omdat ik dat leuk vind om mensen te inspireren of ja, mijn leven te delen, I don't know. En TikTok was zo wat hetgene dat daar het meest dichterbij kwam en dat het makkelijk voelde of zo. Omdat dat maar 2-3 minuutjes zijn. En ik had zoiets van, oké, ik ga daar gewoon mee beginnen. En eigenlijk is dat wel een beetje uit de hand gelopen, want ik steek daar nu wat tijd in. Maar het heeft me wel naar de volgende stap gebracht, want ik ben nu 2 weken geleden echt met beginnen vloggen voor op YouTube en dingen beginnen delen. Ik heb mijn podcast begonnen. Zo, al die dingen zijn daar wel uit voortgevloeid. Dus ik denk dat dat zo voor mij de eerste stap was om echt te gaan doen privé, wat ik dan echt heel leuk vind. Dus ja. Heel leuk. En nu is je dus een podcast. Ja. Instagram-account, TikTok-account. En wat bied je aan nu aan mensen? Bij Sparkle Up, ik bied nog niet zoveel aan, maar ik heb wel alles al uitgewerkt. Ik heb enkel nog maar een Starter Journal cursus, omdat dat voor mij wel de basis is geweest al die jaren om echt mij goed te voelen. En dat was zo de makkelijkste, snelste, goedkoopste manier van self-care voor mij. Dus ik bied dat momenteel aan, maar er komen wel nog heel wat dingen om gewoon ja, trajecten, cursussen, om je beste leven te leren leiden, te leren leven, om de beste versie van jezelf te zijn. Hoe dat je privé en zakelijk je leven kan inrichten. Dat je echt je zaak rond je leven leert bouwen en niet eerst je zaak bouwen en dan blijf je over met heel weinig sociaal leven of contact. Dus dat komt er allemaal aan. Ja, en dat is eigenlijk misschien de volgende tip is reflecteren over wat dat er wel en niet werkt. Ik denk, ik viel vroeger soms in de val dat ik dacht, tegen dan moet alles in orde zijn. Ja. Maar nu heb ik beseft, ik zat gisteren weer in de auto, ik had allemaal inzichten al heel dag op kantoor en ik was oké, deze ga ik veranderen, dat ga ik anders aanpakken. En dan 's ochtends, als ik sport met Kirsten, dan gooi ik dat er allemaal uit en deel ik al mijn bedenkingen en dan begin ik dat zo in actie te zetten, in mijn Notion en dan in mijn projecttrackers of in mijn Excel-files. En zo, vroeger vond ik dat irritant, die continuous improvement. En nu heb ik zoiets van, leuk dat je blijft bijleren, het zou maar saai zijn ook. En zo journalen, reflecteren en jezelf echt vragen. Wat ging er goed? Wat kan er beter? Wat mis ik nog? Ja, dat is zo krachtig. Alleen dat is niet per se journalen hoe dat jij het aanpakt, maar... Ja, voor iedereen anders. Ja, ik denk ook zo, inderdaad, het gewoon beseffen dat het niet gaat komen uit zichzelf. Het beseffen dat daar is die boek, hoe noemt je nu weer?
The Art of Not Giving a Fuck, denk ik dat hij noemt. Gewoon beseffen dat het niet beter wordt dan dat het al is. Beseffen dat het extreme geluk of het perfecte leven, dat eigenlijk niet bestaat. Dat eigenlijk gewoon verloren gaat. Je eigen leven gaat nu gewoon verloren aan daar van te dromen en daar naar uit te kijken. En als je het gewoon nu allemaal begint toe te passen en gewoon al probeert om de beste versie van jezelf te zijn of zo toch op te dagen, dan gaat je dat verder creëren. Ja, het leven is nu. En ik kende dat vroeger als kind. Ik keek heel hard uit naar de vakantie. Ik had altijd uit naar de vakantie. En dat was de vakantie. En dat ik van alles was ik zo, moet ik nu echt al naar daar? Of moet al door? Ja. Dan heb ik beseft van, ja, maar dit is waar je naar uit was aan het kijken. En ik denk dat nu ook, volgende week lanceren wij een event voor Alpha Vrouwen maandag om 1 uur. Ik weet niet of het gaat gaan tussen op 1 uur alles uitverkocht of no one cares. Het is echt zo. Ik kan helaas niet, anders had ik ze vragen. Ja, dat zou inderdaad wel iets voor u geweest. Ja, zwart, maar er komen er... Allee, er zijn er niemand in straks. Er komen er nog events. En maar meer op voorhand aangekondigd met dit zichtwegs en test, omdat we dat jaren geleden zijn we zo begonnen. We willen dat nu terug doen. We hebben maag ook lanceren. We hebben bijvoorbeeld de herinschrijving van onze BFV voor radio coaches. Over 2 weken lanceren we gewoon de laatste ronde van ons coachingprogramma. En ik zou daar zo in kunnen opgaan en denken, ah ja, dan. Maar ik probeer echt zo stil te staan bij, het is nu. Ja. Dus nu is het moment waar je op warmt, dat je voor je job kunt live gaan. Dat is nu. En dat is niet over 2 weken. Of dan, alles wat wij eigenlijk een tijd geleden wilden, hebben we nu. Dus dan, mindful. Ja. Het is een beetje gelijk een feestje plannen of zo. Je leeft daar zo naartoe. Je koopt versiering, drank, eten. En je begint alles te plannen. En eigenlijk geniet je daar niet genoeg van. En ineens gebeurt dat feestje. En is dat op een avond voorbij. En dan kijkt je daar naar terug. En dan denkt je, ja, eigenlijk... Als ik meer geniet van de momenten tussendoor, dan is het leven een feestje. Ja, het leven is inderdaad een feestje. Het grappige is ook inderdaad, ik had dan een tijd geleden we hadden een surprise dance act gedaan voor een vriendin van mij die jarig was. Ik weet niet of ik daar al iets van heb gedeeld, dat was echt super grappig. Denk het niet, ik ben dat vergeten. Soms maak ik zonder goede content en dan denk ik, ga dat nog delen en dan kom ik even. Long story short is een story it is. En we hadden een dansje gemaakt van 7 minuten, van waar wij echt zo... op de beat, dat is gedoen, we hadden stewardessen pakjes aan, dat was een mega verrassing. Maar dat eigenlijke optreden duurde maar 7 minuten. Maar die lead-up daar naartoe, wij hebben geoefend met mijn vriendin in een tuin, 10 keer opnieuw dat dansje, hier bij mij aan het zwemmen, 10 keer opnieuw dat dansje, gelachen, er hebben gegeten, gedronken, over gestrest en gedaan. En eigenlijk besefte ik nadien van, heel die tijd daar naartoe, was eigenlijk nog het allerplezantste. Ja, ja. En dat is eigenlijk de shift dat we willen gaan maken, en dat is ook... Self-care, vul het in zoals je het zelf wilt, maar het is wel de bedoeling dat je er eigenlijk een beetje een feestje voor jezelf van maakt. Ja, zeker en vast. Dat is waar. Ik kan het zelf niet beter verwoorden. Mooi. Ik ben wel geïnspireerd. Ik vraag me af dat anderen is ook geïnspireerd zijn. Paula, wat is er zo bij u iets waar je, en misschien kan iedereen antwoorden en ik ook. Ik ben een beetje in bulldozer mode. Je mocht terug bulldozeren. Hè? En de klaar moet. Is er zoiets dat je zelf momenteel harder je best voor moet of wilt doen qua selfcare? Iets dat je zegt, ja, dat hard willen, dat vind ik leuk en dat wil ik, maar er is iets anders dat ik eigenlijk nodig heb en daar kom ik niet goed toe, maar daar ben ik me aan committen, zoals bij mij misschien met dat opstaan of zo, maar misschien is dat voor iedereen wel zo. Wat is er zo'n, en dat is een beetje tegenstrijdig, maar zo'n moed selfcare? Bij mij is dat voldoende slapen is mijn ultieme vorm van selfcare, maar ik vind dat heel moeilijk. Is er zoiets waar jij momenteel aan zit aan het werken en misschien kan iedereen in de comments dat ook zetten? Ja, ik denk sowieso slapen. Ik denk dat inderdaad ook bij mij zo is. Maar ik denk ook gewoon gezond koken. En niet mijn werk voor mijn gezondheid qua voeding zetten. Ik heb heel veel jaren echt misschien 1 maaltijd per dag of zo gegeten. Of frap tussendoor of zo. Zeker in de cocktailbar was verschrikkelijk. Dus dat is wel zo een ongoing ding in mijn leven, dat is gewoon echt gezond koken. Nee, eigenlijk gewoon koken in het algemeen. En als ik kook, is het toch gezond. Dus ja, gewoon qua voeding voor mijzelf zorgen dragen. En soms voelt dat heel erg als een moeten, zeker als het echt heel druk is. Maar ja, dat denk ik wel. Bewegen sowieso, maar dat voelt niet echt als een moeten. Maar dat is wel een werkpunt, omdat ik daar veel meer tijd voor moet vrijmaken. Dat voelt dat moeten, maar één keer als ik het aan het doen ben, voelt dat supergoed en dan doe ik dat ook. Zeker nu vanaf dit jaar heb ik dat heel net dat ik dat gewoon doe om mij beter te voelen, om energieker te zijn. En niet om of dat ik er al een centimeter mager uitzie of zo. Ja, bij mij is dat ook wel geschift van voor mijn lichaam naar voor mijn
gevoel meer. Ja, energie, ja, gewoon bij mij. Dat koken, daar volg ik je wel in. Ja, ik heb natuurlijk iemand dat mij daar ook wel mee helpt. Mijn huishouden en ook het eten en zo. Maar dan nog, zelfs is dat niet altijd evident. Ik heb nu zo op het punt gekomen dat ik denk dat eten maken ook is een... Dat is zo taking care of your tomorrow self een beetje, hè. Dus ja, daarmee bezig zijn. Als je kinderen zou hebben, zou ik die ook continu mee laten koken. Zodat je ziet wat je bent aan het maken. Een uur en dan ga je dat eten. En ik heb mij nu, dat is heel klein, maar ik woon alleen. Ik heb mij nu voorgenomen om zo mijn vacation habits wat verder te zetten. Van te eten aan tafel terug in plaats van in de zetel. Want daar was ik heel veel aan het doen. En dat is zo eentje dat ik actief mijn best voor moet doen. En dan leg ik echt zo mijn matje en mijn bestek. Dan zet ik mijn bord daar. En dan was ik gisteren aan het denken. En is dat self-care? Ik denk dat wel. Ik heb vaak zo dat ik mijn mama nog even zou willen bellen. Mijn broers wonen allemaal in het buitenland. En ik wil eigenlijk liever niet eten als iemand anders is aan het eten. Want ik vind dat super irritant. Maar langs een andere kant, ik was aan het nadenken. Wij zijn als mensen eigenlijk niet gemaakt om alleen te eten. En ik heb vaak ook heel veel mensen rond mij. Maar ik heb mij dus nu voorgenomen, dat is echt iets super random, om altijd mijn broers of mijn mama gewoon te bellen en te facetimen als ik ben aan het eten. Omdat ik geloof dat je waarschijnlijk wired bent om als tribe te eten en niet alleen. Dus ik ga die nu gewoon facetimen. Ja. En aan tafel zitten en niet meer in de zetel. Ja, dat zal wel. Ja, we hadden vroeger ook, ik ben ook echt opgegroeid in een heel gezellig gezin. En tijdens het eten dan praten we over onze dag en over wat we nog willen doen. Zo echt die hele gezellige momenten. Dan herinner ik mij dat het echt aan tafel was. En mijn vriend totaal niet. Die is letterlijk opgegroeid in een gezin waar dat, je, waar dat eten nog in de frigo stond, omdat ze allemaal andere thema's hadden. En dat hij echt letterlijk uit een tupperware bak rechtstaand aan het eten is en aan het, met zijn vorken aan het prakken. En ik kom daar helemaal zot van. Dus ik denk inderdaad dat je, ik vind als je als persoon over het eten of zo, of tijdens het eten, op een heel andere manier gaat banden of zo. Ik weet dat niet. Ik vind dat een heel gezellig moment. Ja. Schrijven. Ik merk dat met mijn team ook samen eten is echt zoiets magical. En niet dat je dat nu zegt, want ik ben dan aan het daten met iemand. En wij hadden het er van de week ook over van, vind je dat belangrijk of niet samen eten? Je hebt heel veel koppels dat niet samen eten. Dus ik vind dat echt super belangrijk, maar je belandt zo'n beetje in je eigen chaos, dat je dat bijvoorbeeld ook 's ochtends niet doet. Ja. 'S ochtends doet iedereen zo aan zijn eigen ding. 's Avonds is dat misschien een gewoonte, maar ik heb me elke keer door deze denk ik, ja, ik ga gewoon zien dat 's ochtends ook is dat het echt is. Van 7:30 tot 8 is het ontbijt. Ja. Dus ik vind dat precies niet meer van deze tijd, maar met mijn pluskinderen deed ik dat ook. Dat was echt oké, om net te maken en samen aan tafel, van dan tot dan. En dat is iets dat zo, ik denk voor veel mensen een beetje verloren is gegaan tussen het thuiswerken en corona. Maar echt de tijd nemen om samen te eten helpt. We hebben met team ook, we hadden een tijd dat we er nooit toe kwamen om te lunchen of dat iedereen op een ander moment. En dan hebben we gezegd, oké, vanaf nu is het genoeg, tussen 1 en 2 is lunchtijd. Dat staat in onze agenda, ook in het weekend staat dat erin. Ik vind dat super irritant dat die agenda doorloopt en dat dat in het weekend er ook in staat. Maar ik durf niks aan te passen aan de agenda. Of Caroline deelt mij dat ik alle recurring events heb verwijderd. Maar tussen 1 en 2 staat er zo'n taco in mijn agenda en dan staat er zo'n lunchbreak. En dat helpt wel en samen eten, dat doet gewoon superveel. Ja, dat is waar. Ja, 100%. Ja, en ja, ik wou iets zeggen, maar ben het vergeten. Het ging echt iets belangrijks zeggen. Ah ja, ik weet het weer. Ik denk dat we als ambitieuze vrouwen of mensen in het algemeen ons ook gewoon echt de laatste jaren schuldig zijn gaan voelen als we tijd nemen om zeg maar te eten. Maar eten is de grootste vorm van self-care. Dat is zo belangrijk en toch voelt je schuldig om te zeggen van ah, ik neem nu een half uur de tijd om te ontbijten. Ja, nee, dat is zo belangrijk. Ik heb dat zelf ook, ik voel mij schuldig omdat ik eten aan het maken ben. Dan heb ik zoiets van ja, dat is eigenlijk een half uur dat ik niet aan het eten ben, wat dat eigenlijk de activiteit is. Maar toch verlies ik daar tijd. Maar dat is totaal geen tijd verliezen. En het is spijtig dat we ons zo voelen of zo. Ik weet het niet. Ik vind dat wel iets algemeen is. Zo top gezegd, eten is de grootste vorm van self-care. Ik ben helemaal inspired. Vanaf nu wordt eten echt een sociaal event. Want ik heb soms zo'n sociale dag, denk dat ik echt bol allemaal af. Maar tegelijkertijd zou ik ook wel de persoon willen zijn, en dat is dat wel waar daar nog meer mensen binnenvallen en zeggen, oh, mag ik mee aan tafel schuiven? Ik vind dat jij gezellig. Ik ben ook zo opgegroeid. Dus ik kan dat doen, ze. Ochtend, middag en lunch, dat worden allemaal gewoon sociale events. Dat wel zijn. Ja. En ook gewoon inderdaad, ik zit hier in de comments passeren, in je agenda zetten. Ik ben dat ook echt beginnen aan het doen. Sinds dat ik zo echt mijn agenda in blokken en in kleuren ben beginnen indelen. En geel is mijn kleur van selfcare, omdat ik dat zo'n vrolijke kleur vind. En ook gewoon inderdaad mijn food staat erin, mijn sporten staat erin, want anders gebeurt het gewoon niet. Anders ja, overtuig ik mezelf van nee, dat is niet belangrijk. En, ja. I love it, I love it. Paula, wat is uw ultieme selfcare tip? Oei. Ontdekken wat je echt leuk vindt,
Maar de allerbelangrijkste tip is het gewoon doen. Want we praten er veel over en we kunnen veel plannen maken. Maar eigenlijk gaat je pas veranderen en gaat je pas goed voelen als je het gewoon echt doet. Als je het echt inplant en er gewoon mee bezig bent. En misschien daar, als je daarop aanvult, zo niet wachten tot de mindset er is om het te doen. Maar laat de actie gewoon eerst komen en de mindset gaan volgen. Dingen wat te vaak allemaal wachten op de juiste mindset. Neem gewoon de acties, want soms is de mindset er gewoon niet. Ja, dat is stel een ondernemen. Hè. Wanneer zit je klaar om een zaak te starten? Nooit. Hè. Allee. Eigenlijk zit je nooit klaar genoeg. Wanneer het... Nee. Gelijk in een kopdambad springen. Dus je moet er gewoon ingaan en dan ga je wel acclimatiseren. Dan komt het wel goed. Ja, inderdaad. Ja. Maar dan denk je, ik mag het ook niet vergeten om ook te zeggen, als er mensen op zoek zijn naar meer financiële onafhankelijkheid en ondernemen vanuit je passie in volgens je eigen ritme, wat eigenlijk die derde pilaar is nu, waar we het nu over hebben, is je eigen ritme. Misschien zeg jij iemand dat om 5 uur wil beginnen, zoals Paula. Misschien tegen 10 uur, zoals ik je meer normaal gezien. dat is heel belangrijk. Dat is ook het voordeel aan zelfstandig zijn. Als je totaal niet weet waar te beginnen, kom eens kijken in onze Business Summer School. Want daar hebben we nog tot eind deze zomer hele leuke dingen staan. Daarna verdwijnt dat allemaal. Dat is ongelooflijk veel waarde aan 0 euro. En je kunt je daarvoor inschrijven via fastforwardemy.com/bus of via Business Summer School. Alles staat ook op mijn profiel. Maar daar zitten ook wel wat tips in over goal setting. En self-care is belangrijk, maar je moet ook weten wat je wel wilt. Self-care is ook achter je dromen aangaan. Want dat is je eigen dat ook gunnen dat je blijft groeien als persoon. En dat je grote dingen mocht. Dus ja, de Business Summer School, ik zou het zeker aanraden. Yes. Ja, ook gewoon voor je eigen een mooie leven gaan creëren. Hè? Dat is ook gewoon self-care, voor je financiële doelen werken, om het jezelf beter en makkelijker te maken. Ik denk dat dat ook wel een vorm van self-care is. Absoluut, absoluut. Ik ga eens even zien wat ik hier allemaal heb opgeschreven. Hè. Ik heb hier staan, verdeel je tijd in blokken. Wij zijn daar fan van. Dan, doe wat je al weet. Dat is het eerste wat ik zeg in elk coachingprogramma. Wat weet je allemaal, doet je niet. Dat zegt, dat staat altijd op mijn slides. Las actieve ontspanning in. Bedenk eens aan zo'n happy map en maak eens een mindmap over wat dat je allemaal wat dat je blij maakt. Bij mij zijn bijvoorbeeld bijleren, vind ik superleuk. Reflecteer, bijvoorbeeld via journaling. Ja, en bij mij is ook zo, take care of your tomorrow self. Soms is self-care ook doen wat je nu niet wilt doen, maar wat dat beter is voor jezelf morgen gewoon. En ja. Last but not least, Paula zei, eten is de grootste vorm van self-care. Ja, en misschien ook doelen stellen. Ik denk dat je in self-care ook gewoon echt doelen mocht stellen. Als je ze niet te obsessief vasthoudt, denk ik dat dat je ook wel motiveert. Ja, wil je daar eens een voorbeeld van geven? Ja, ik heb in mijn journal over het laatst heb ik opgeschreven hoeveel keer ik wil sporten, op tussen welke uren dat ik wel wil doen. Ik denk gewoon losse doelen stellen, zoals bijvoorbeeld ik wil 3 keer per week sporten of ik wil minstens 7-8 uur slapen. Zolang dat je daar niet, want ik heb ook wel echt een autistisch kantje en als ik me ergens in vast ben, dan voel ik mij gefaald als ik het niet doe. Ja. Dus ik denk losse doelen stellen en dan naar proberen leven en een beetje gelijk dat Amy altijd zegt, 80-20. Als je 80% van je doelen haalt op vlak van zelfcare, dan denk ik dat je echt super goed bezig bent. Ja. Wij lijken eigenlijk heel erg op elkaar, hè? Ja. Ja, dat is grappig. Zo. Ja, want ik heb me ook e-mailen dat sommige mensen zeggen van, oh, ik wil geen doel of dit of dat, maar maybe give it a try. Ja. And you will thrive. Ja, dat is ook gewoon jezelf veel gunnen. I love it. Ik ben ook blij met mijn nieuwe inzichten. Wie heeft er welke inzichten uit deze live gehaald? Deel eens even, wat inspireert u? Waar wil je meer van doen? Wat is er zo één ding dat je hieruit meeneemt? Commenta al even. En in de tussentijd kan Paula misschien nog even zeggen waar mensen haar kunnen vinden. Zal ik dat ook nog even toevoegen? Ja, misschien kan ik nog iets kort toevoegen. Leren kritiek van anderen en meningen van anderen loslaten, dat is volgens mij ook echt een van de grootste vormen van self-care. En daar gewoon echt actief mee bezig zijn om je dat niet meer te laten beïnvloeden. Maar dus, je kunt mij vinden op. Ik kan daar nog iets over toevoegen. Ja. Ik ben iets nieuws aan het oefenen, want het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Ik ben iets nieuws aan het doen, waar ik, omdat ik vaak veel mensen rond mij heb en ik trek mij wel wat tegen aan, ben ook heel sensitief. Maar ik ben gewoon, elke keer als ik een deur zie en ik wandel een nieuwe ruimte binnen, reset ik mezelf gewoon. Dus ik zie gewoon de deur, ik kan hier binnen wandelen in die ruimte en ik kies gewoon bewust om die input niet meer mee te nemen in de nieuwe ruimte. En dat is zoiets dat ik nu ben aan het doen. Ik heb dat met spiegels, dat klinkt echt stom, maar dan probeer ik zo heel krachtig naar mezelf te kijken van ik kan echt de beste versie van mezelf zijn. En ik kan me echt goed voelen. Zo, ja. Love it. Dus wat kunnen mensen nu vinden?
Voor cocktails en tapas kunnen ze bij mij La Promessa vinden. Brunchjes op dit profiel, Brunch Not By Lust, we leven over heel België. En als je meer self-care en creativiteit in je leven wilt als ambitieuze vrouw of man, dan kun je mij bij Sparkle Up Club vinden. En verder gewoon ja, op TikTok en op YouTube, als je mijn grappige vlogjes of zo wilt zien, dan daar. Je stem is altijd zo lief op je TikTok. Ik ben ook lief. Ja. Ja, en dat is Life with Polly. Ja. Even met mij. Maar je zei inderdaad lief. Ik heb ook alleen maar lieve coaches. Dus... Ja, je trekt dat aan. Hè. Ja, ik vind dat is echt, hè, dat klinkt nu raar als ik dat zeg, maar dat is ook als je bijvoorbeeld naar de Boss of Mentorship groep kijkt, als je naar de BFV's kijkt, zijn zo'n lieve mensen. Wij zijn zo'n groep van gewoon een hoop lieve mensen bij elkaar. Ja, en gevoelige mensen. Ja, bij mij dan, hè, waar zijn die daar via u hier terecht in gekomen? Je kunt mij vinden voor alles wat met business coaching te maken heeft, maar ook mindset en money mindset, marketing mensen aantrekken, business model en volgens je eigen ritme ondernemen. Op Fast Forward Amy, alle mogelijke kanalen. En als je interesse hebt in meer een netwerk opbouwen rond u van andere ambitieuze vrouwen, kun je ook heel veel vinden via Alpha Vrouwen. Dus dat heb ik geco-found. Dat is een van de grootste netwerken van vrouwelijke, ambitieuze vrouwen, ik zal het wel zeggen, in België. Dus kom zeker eens kijken. En ik zie hier, dat is waar, over dat we allemaal lieve mensen zijn. Voilà, hè. Doei. Dada. Dit was alweer een nieuwe aflevering van de Sparkle Up Club podcast. Ik wil jou enorm bedanken om alweer een nieuwe week en een nieuwe aflevering te beluisteren. Heb je vragen of opmerkingen voor mij? Aarzel dan niet om mij te contacteren. Je vindt mij op Instagram onder sparkle.upclub. En ook op TikTok vind je mij daar onder dezelfde naam. Mijn privéprofiel op YouTube, TikTok en Instagram noemt live.withpauly. Daar deel ik kleine mini-vlogjes, weekvloggen, beelden achter de schermen, nog extra tips en tricks. En ook gewoon de podcastaflevering met beelden bij. Dus ga mij daar zeker even volgen. En dan hoor ik jou heel graag volgende week terug. Ik wens jou nog een super fijne dag toe. En ik wens jou het allerbeste toe. Tot snel. Tadaa.